En ja, dat moment zal ik nooit vergeten, want op dat moment werd gewoon helder dat het virus niet meer iets is wat aan de andere kant van de wereld voorkomt, maar dat het echt onder ons is in Nederland, in Zeeland. Gezond zijn willen we allemaal. En sinds de corona-uitbraak zijn we ons daar nog bewuster van geworden. Eva is arts infectieziekten bij de GGD en is daar iedere dag mee bezig. Ja, ik kan me heel goed herinneren hoe corona naar Zeeland kwam. Ik had die avond zelf dienst en ik werd gebeld uit het lab met de eerste positieve corona-uitslag. En ja, dat moment zal ik nooit vergeten, want op dat moment werd gewoon helder dat het virus niet meer iets is wat aan de andere kant van de wereld voorkomt, maar dat het echt onder ons is in Nederland, in Zeeland. Dat was heel indrukwekkend. Op zo'n moment is het wel zo dat gelijk een hele keten in werking gaat. Dus wij als GGD gaan gelijk met onze samenwerkingspartners, dus de veiligheidsregio, de Zeeuwse ziekenhuizen, ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de verpleeghuizen, zijn we gelijk aan de slag gegaan om te kijken van op welke manier we in goede samenwerking de uitbreiding van het virus zo goed mogelijk kunnen beperken. Als een infectie opspeelt, dan krijgt de GGD vaak een telefoontje of een labuitslag van de microbioloog, waarin we kunnen zien om wat voor een infectieziekte het gaat. Wij gaan dan altijd snel kijken van wat is de bron van de infectie, waar komt die vandaan. We gaan naar de patiënt zelf kijken, maar we kijken ook breder. We kijken ook van met wie is deze patiënt in contact geweest, de huisgenoten, nauwe contacten, omdat we die mensen ook willen beschermen. We houden elk jaar de cijfers bij van infectieziekten. Als we een 1-op-1 infectieziekte en verheffing zien, dan proberen we daarop te participeren. Ik denk dat het ook heeft bewezen hoe belangrijk ons vak eigenlijk is. Want bij kleinere uitbraken heb je dat misschien niet zo in de gaten. Maar bij de Mexicaanse griepen een aantal jaren geleden, nu bij deze pandemie, zie je toch hoe belangrijk de GGD zijn, het RIVM, de samenwerking tussen alle partijen. Dat de infecties binnen de bevolking zo goed mogelijk beperkt blijven. Wat het werk zo leuk maakt bij een echte pandemie, is dat je in de frontlinie staat. Je bent degene die als eerste alle informatie krijgt. Maar wat het ook zo uitdagend maakt, is dat je ook iets moet doen met die informatie. Dus we hebben elke week overleggen met de microbiologen, met de ziekenhuizen, met de verpleeghuizen, om samen te kijken van wat speelt er en hoe kunnen we zo snel mogelijk reageren op bijvoorbeeld een uitbraak of een verheffing. Corona is een hele onbekende ziekte, het is een heel nieuw virus voor ons. Dus dat stelt je voor enorme uitdagingen, omdat je dus nog geen werkend medicijn hebt om patiënten te kunnen behandelen. Maar je hebt ook geen vaccin om bevolkingsbreed mensen te kunnen beschermen. Dus daarom is op dit moment ons belangrijkste tool om de pandemie te bestrijden, het bron- en contactonderzoek. Het was ook een heftige periode voor iedereen, denk ik. Omdat er binnen hele korte tijd ontzettend veel gebeurd is. Ja, het heeft mij persoonlijk ook geraakt, omdat ik in Oostenrijk geboren en opgegroeid ben. En mijn hele familie woont nog in Oostenrijk. En toen ineens de grenzen dichtgingen, toen kwam het ook wel heel dichtbij voor mij. En ik vond het heel moeilijk om te weten dat ik niet zomaar meer naar mijn familie toe kan. Wat ik leuk vind aan wandelen en naar buiten gaan en de stad bezoeken, is dat je even met je gezin er lekker op buiten kan, even je gedachten kan verzetten. Je hebt toch een drukke baan, je bent wat minder thuis en dan heb je alle aandacht even aan ze. Ik ben Martijn Heijens, ik ben specialist oudergeneeskunde bij Zorgzaam in Rust. Nou, een specialist oudergeneeskunde die levert medische zorg voor vaak kwetsbare ouderen in eerste instantie in het verpleeghuis. Maar ook voor mensen die nog thuis wonen en op verwijzing van de huisarts medische zorg nodig hebben die specifiek past eigenlijk bij de kwetsbaarheid die ze hebben. Valt er mee te leven op het moment? Ja hoor. Ja. Maar kunnen u nu nog alles doen ook met de arm? Of is het ben u door de pijn beperkt? Met deze arm kan ik niks. Nou, het leuke is dat we vooral met heel veel complexe problematiek zitten. Dat het een behoorlijke samenwerking vraagt van iedereen die ook betrokken is. En dat je eigenlijk een echte teamspeler bent om die zorg en met name ook de kwaliteit van leven voor die ouderen zo goed mogelijk te krijgen. Ja, het lastige is dat je soms heel weinig kan en heel geconfronteerd wordt met de beperkingen die er ook zijn in het functioneren van mensen, maar ook in oplossingen bedenken die er zijn. En dat je dus in die hele lastige situaties toch moet zorgen dat je zo goed mogelijk ook de zorg en ook dingen geregeld krijgt voor mensen.
ga er graag op uit, ook met het gezin. Eens een keer een stad bezoeken, lekker op stap. En in Zuid-Vlaanderen gaat dat perfect. Hè. Je kan alle kanten op. Je kan de steden in België bezoeken, maar je kan ook lekker de natuur in. En verder doe ik graag ook nog een stukje hardlopen, wat je alle ruimte voor hebt om dat ook goed te kunnen doen. Tijdens de tweede golf lieten we ons massaal testen en dat leidde tot lange wachttijden. Dat bracht ondernemer Peter Traas in Schavenpolder op een idee. Ik was bij de huisarts hier op het dorp en ik moest medicijnen halen. En er stond best wel een wachtrij en er stond ook een rij buiten voor de coronastraat, zeg maar. En toen dacht ik van ja, we hebben hier wel een straat gehad voor de horeca, dus ja, waarom zouden we dit hier niet voor de huisarts doen? We staan nu hier bij de allereerste huisartsen drive-thru teststraat van Zeeland. Op het bedrijventerrein van Traas Ongediertebestrijding in Schravenpolder, waarbij mensen met de auto of met de fiets of wandelend hier zo door de teststraat kunnen gaan. Peter Traas die belde mij vorige week op en die zei: is het niet een goed idee dat we de krachten bundelen? Dat ik heb het terrein, jullie hebben de patiënten, waarom doen we dat niet samen? En zo van het een kwam het ander. En wat het leuke is dat nu ook de lokale horeca, die zullen in de avonden en in de weekenden gebruik gaan maken van de tent voor afhaalmaaltijden. Maar wij als huisartsen hebben heel veel baat bij dat wij onze eigen patiënten kunnen testen. De patiënt ziet de eigen arts, want de artsen testen hier. En als de uitslag dan bijvoorbeeld negatief blijkt te zijn, maar de patiënt heeft nog wel klachten, dan kunnen we dat ook nog verder uitdiepen. We zijn altijd wel in voor leuke dingen en voor, nou ja, leuke nieuwe ideeën, wat innovatie. En toen dachten we, why not? Waarom doen wij dat ook niet? Want op zich de zorg dicht bij je patiënten organiseren, en dat is, nou ja, zo'n teststraat doet dat ook.